Hallo, leuk dat u weer kijkt naar een nieuwe uitzending van Unilewijk Zuilen. We hebben prachtige items voor u. Bakkie Zuilen. Annelieke is op bezoek bij familie Vrolijk. Familie Vrolijk heeft een bijzondere baan. Niet alleen dat, haar moeder heeft ook een prachtige hobby. Het buurtklooster in Zuilen maakt eigen bier voor een eigen promotie. Maar nu eerst, zomerfeest in Stadstuin in Zuilen. Wat kan jij daar doen? Eigen verse bloemen plukken. Of je eigen insectenhotel bouwen. Kijk even mee. In een modderlab je eigen insecthotel maken. Bloemen plukken, verse bloemen van eigen tuin. Alles en nog meer kan hier in de zomerfeest in de Stadstuin Zuilen. Zomerfeest, waar gaat dat in? Nou, vandaag op deze mooie Vaderdag hebben wij bedacht om een zomerochtendfeest eigenlijk te organiseren. En we hebben twee dingen in de hoofdrol. Insecten aan de ene kant en de pluktuin aan de andere kant. De pluktuin opent vandaag voor het eerst een plukseizoen. De dames zijn druk bezig geweest om hele mooie bloemen voor ons op te kweken. Ze hebben wat strubbelingen gehad met de droogte en toch af en toe wel een beetje koud weer. Dus er staan nog niet zoveel bloemen als dat ze gehoopt hadden, maar al wel genoeg om lekker te kunnen plukken en een mooi boeketje te kunnen maken. Dus daar zijn ze heel druk mee bezig. Dit is dus de pluktuin. Waarvoor bloemen geven wij hier? Dat kan ik op het bordje lezen. Dit zijn de kosmos, dat weet ik toevallig, of kosmosplanten. En even kijken, dit zijn nigella's. Dat is vrouwenmantel, die weet ik niet. Dat is damast. Ertussenin zitten zonnebloemen. En die laatste weet ik ook niet. Dit zijn korenbloemen. Okay. En je hebt allerlei kleuren. Dus je hebt blauwe en rode en paarse. Hoe laag hebben jullie aan dit prachtige tuin gewerkt? Vanaf december. Okay. Elke zondagochtend hebben we eraan gewerkt. En sommigen nog veel meer hebben we eraan gewerkt. Dus het is best wel veel werk om de bloementuin zo mooi te maken. Okay. Het is leuk en het is ook gezellig. Op zondagochtend zijn we er altijd. Zijn we ook open, hè, van 10 tot 12. Maar dan, dat is ook onze klusochtend. Dus dan is het ook gezellig om dat met z'n allen... Door mooi en slechte weer. Maken. Ja, slecht weer is nooit leuk natuurlijk. Is het belangrijk voor u om in zo'n tuin te werken? Ik had hier vorig jaar met mijn dochter, mijn buurvrouw, een kleine moestuin. En we vonden het heel leuk om hier elke week te zijn. En we werden gevraagd om te helpen met de bloemenpluktuin. En dat leek ons wel een goede aanvulling op het tuinieren en lekker buiten spelen. Dus dat is de reden eigenlijk. Hier in het midden hebben we de dames van het Modderlab. Zij organiseren mini-insectenhotelletjes bouwen voor de kinderen. Dus je kunt dan je eigen insectenhotel bouwen waar allerlei solitaire bijen en andere beestjes in kunnen kruipen om daar een nestgelegenheid te vinden. Dus waar ze hun eitjes kunnen leggen. Waar zitten allemaal in? Hier zit hooi in. Hooi. En we hebben bamboe en het is gewoon een potje. En de bamboe is gebonden met touw, zodat het goed bij elkaar blijft. En het is speciaal voor oorwormen gemaakt. En die kunnen hier dan goed inkruipen. En voor bijen hebben ze net iets grotere gaatjes nodig. Dus zo heeft ieder zijn eigen... Ja, wat kleinere gaatjes zitten hierin. Dus voor ieder insect is een specifieke plek fijn. En hier is het lekker warm. En als het iemand thuis zelf een zo'n insecthotel wil maken, waar geeft hij voor nodig? Wat voor materialen dan? Vooral veel natuurlijke materialen. En het is wel goed om even op te zoeken van als je welk dier je wil, wat hij fijn vindt. Wat misschien leuk is om te zien is dat straks bij de ingang komt een heel groot insecthotel. En daar zitten heel veel verschillende soorten vormen en rondjes en gaten in waar er verschillende soorten insecten in kunnen. En dan kun je de verschillen zien. Dat is heel interessant. En aan het einde van de tuin, dus richting Theeschenkerij de Oogst, daar sta ik met een activiteit. Daar staat een heel groot insectenhotel, die moet verhuisd worden en overnieuw opgebouwd. Dus dat wordt een hele grote klus en ik hoop dat dat helemaal gaat lukken deze ochtend. En we sluiten de dag af met een lekker soepje die Kim gemaakt heeft en dat eten we dan gezamenlijk bij Theeschenkerij de Oogst. En
als het mensen zijn die geïnteresseerd zijn om vriend van te worden, hoe kunnen ze dat doen? Ja. Je kunt altijd helpen door vrijwilligerswerk te komen doen. En dat hoeft echt niet 3 keer in de week. Een bijdrage leveren aan de organisatie van activiteiten kan ook al helpen. Of dat je op oproepbasis komt. We organiseren ook regelmatig klusochtenden of middagen op de tuin. Vaak is het dan eerst in de ochtend op Stadstuin Klopvaart, wat in Overvecht ligt. En dan in de middag dat we hierheen verhuizen om hier te klussen. Dus heb je daar al zin in, dan zijn we al heel erg geholpen. En wil je een grotere bijdrage leveren, net als bijvoorbeeld onze vrijwilligers van de Pluktuin. Er is zo gigantisch veel mogelijk. Kom gewoon, vertel wat je wensen zijn en dan kijken wij of het mogelijk gemaakt kan worden op de tuin. Ja. Misschien bij u een kopje koffie komen drinken. Nou, welkom. Bij wie zijn we op de koffie? Bij de familie Vrolijk. Kijk, dat begint al heel goed. Heel leuk, hè? Ja. Ja. En hoe lang woont de familie Vrolijk hier? Nou, 3,5 jaar wonen we hier zoal. Ja. Hoe is het om hier te wonen? Ja, het is heerlijk. Het is... Ja, we wonen autoluw, dus inderdaad hier geen auto's. En we hebben hier een groot grasveld en een hele leuke speeltuin. Dus de kinderen kunnen heel lekker buiten spelen. En ja, die lopen in en uit. Ja, fantastisch. Ja. Dicht bij de stad, een klein half uurtje fietsen. En dan heb je alles, maar we hebben wel hier gewoon de ruimte. Dus we hebben hele leuke buren. En ook de kinderen, die spelen met een heleboel vriendjes en vriendinnetjes. Het is heel erg multiculti, dus je hebt van alles wat. En dat is leuk. Nou, wij komen zomaar opeens binnenvallen. Wat was je aan het doen toen we aanbelden? Ik was aan het werk. Oh, wat voor werk was je aan het doen? Ik werk bij het Prinses Maxima Centrum. Doe ik oncologie data management. Okay. Dus, kan je wat vertellen wat dat voor een centrum is? Het is een kinderkankercentrum. Dat is sinds 1 juni 2018 gecentraliseerd in Utrecht. Dus alle kinderoncologische centra vanuit het land zijn hier gezetteld nu. En daar worden dus alle kinderen behandeld met de diagnose kanker. En dat kan je thuis doen? Dat kan ik thuis doen. Ja, dat is wel heel luxe. Doe je dat vaker of is het je thuiswerkdag? Nee, liever niet. Nee, dit komt toevallig vandaag even beter uit. Maar ik werk liever op kantoor met collega's en met de artsen en iedereen om ons heen, zeg maar. Dat is wat makkelijker. En wat doe je dan op je vrije dag en in je vrije tijd? Nou, ik heb 3 kinderen. Dus op mijn vrije woensdag heb ik 's ochtends vrij. Dan doe ik wat voor mezelf. En dat... Dat is een beetje hardlopen of een beetje sporten, iets doen, een beetje opruimen. De yeah. Never ending story was. Heb je ook iets bijzonders in huis waar een verhaal aan vast zit of waar je wat over kan vertellen? Ja, ik wil wat vertellen. Mijn moeder die is gepensioneerd en... Nou, ze is altijd heel creatief geweest, dus die maakt af en toe wat keramiek dingetjes of knutsel- en vreubel dingetjes. Dus daar wil ik wel wat van laten zien. Even kijken, ja. Hier in de kast, zal ik de kastdeur even open doen, dan spiegelt het minder, denk ik. En dat is dan met klei en later werd met keramiek en weet ik het wat. Nou, dan komt ze weer met iets thuis. En haar huis staat natuurlijk helemaal vol. Ja, dat zal wel. Af en toe krijg ik weer wat nieuws erbij. En is deze ook gemaakt? Ja, die poppetjes niet, maar deze ook. En die is dan... Ja, de vorm, het lijkt wel een beetje een soort slangenprint. Dat komt dan van een heel dun sjaaltje wat je er dan in kan drukken. Ja, grappig. Mag je zelf dingen uitkiezen of komt je moeder met... Nee, mijn moeder komt ze heel netjes brengen. En dan eigenlijk het leukste... Ik heb wel een keer wel iets uitgekozen. Toen zei ik,
het enige wat wij nog nodig hebben in huis is gebaksbordjes. Dus toen heeft ze voor mijn man een stuk of 12 gebaksbordjes gemaakt. Maar dit zijn dan de gebaksbordjes zijn het geworden. En deze is een beetje vies. Nog een klavertje 4. Van mijn... Waar is dat van? Ja, dat is een stempel die zet mijn moeder daarin. Als ze niet haar paraaf er ook heeft ingezet. Nou, dat vind ik nou een hele leuke erfenis. Ja, ja. Echt superleuk. Heb jij wat van deze creativiteit overgenomen? Nee, dat hoop ik, maar daar neem ik niet zoveel tijd voor. Al heb ik vorig half jaar een keer ben ik gestart met een schildercursus. Superleuk. Maar dat vond ik toch wel echt weer heel erg moeilijk om dat op te pakken. De eerste opdracht, op de eerste schilderles die we kregen, was om iets na te schilderen. Ja. Nou, het zweet brak me uit. Toen ik dit moest maken, het lukte niet. En dan uiteindelijk, vond ik het toch best wel knap. Ik vind hem wel mooi hoor. Dankjewel. Je bent er stiekem volgens mij ook wel trots op. Dit was de eerste, daar ben ik ook wel een beetje trots op. Ja. Waar wil je ons de volgende keer op de koffie sturen? De Zwammerdamstraat. Oké, gaan we daar de volgende keer op de koffie. Werkt het nog? Dankjewel. Oké. Nou, bedankt. Veel plezier. Doeg. Buurklooster Blussum. Vertel, hoe komen jullie aan dit idee? Nou, bij een klooster denken heel veel mensen aan bier. En als een soort grapje wilden wij één keer een biertje maken samen met een lokale brouwer, Mark, om aandacht te vragen voor het buurtklooster. Wat voor initiatief is dat? Het buurtklooster Zuilen. Dat is, wij van Blussum waren een aantal mensen die al langer rondliepen met het idee hoe mooi zou het zijn om een buurtklooster te hebben. Het is een plek waar je kunt wonen, kunt vieren en er kunt zijn voor de buurt. Ja, het is inderdaad, we hebben echt de naam buurtklooster gekozen en we vragen iedereen die er gaat wonen van wil je 4 uur in de week voor de buurt inzetten? Er gebeurt zo ontzettend veel in Zuilen wat misschien soms nog wat vrijwilligershandjes nodig heeft of denkkracht. En dat is wel de bedoeling, dat je gemiddeld 4 uur in de week voor de buurt actief bent. Meer mag natuurlijk ook, sommigen zijn dat al. Maar dat is wel het plan. Hoe zit het dan precies in elkaar? Nou ja, de kerk gaat verbouwd worden. Dus nu is het zo dat er beneden zalen zijn en boven is de kerkzaal. En straks gaat beneden de kerkzaal zijn en wat extra zalen, want dat is altijd nodig in een kerkgebouw. En boven gaat het verbouwd worden tot 7 appartementen. Dat worden deels eenpersoons appartementen, deels met 2 slaapkamers, deels met 3 slaapkamers. Dus het is niet een ouderwets klooster waar je celibatair moet zijn en zo. Er gaan ook zeker gezinnen wonen. En we willen gewoon goede buren zijn voor elkaar, voor de kerk en voor de buurt. We zijn nu bezig om allerlei mensen te verzamelen die interesse hebben. Dus dan kun je bij ons aanmelden, buurtkloosterzuilen.nl. En dan kun je informatie krijgen of het wat voor jou is en of er een klik is. En dan hopen we een mooie groep mensen te vinden die erg voor gaat samen. Is dat al in de markt nog niet vanaf vandaag? Wat voor bier is deze? Het is eigenlijk het basisbier is als een Belgisch blond bier. Dus vergelijk met een Leffe blond of dat type bier. En daar hebben we in dit geval dan Vlierbloesem aan toegevoegd om het... We willen natuurlijk een toegankelijk bier, dus blond bier, dat kennen veel mensen wel. Maar om net iets spannender te maken en inderdaad om die link met Blossom te leggen, hebben we er Vlierbloesem aan toegevoegd. Okay. En dat is natuurlijk, nu zou je niet zeggen dat het lente is, maar het is natuurlijk echt ook het Vlierbloesem tijd nu. Dus in die zin past het goed in de lente en begin van de zomer. Is het de bedoeling dat jullie weer alleen in het Zuilen te vinden is? De gedachte erachter is dat juist zoals het buurtklooster ook gericht wil zijn op de buurt en de directe omgeving. Dat we de contact hebben gezocht met Mark, die op 300 meter afstand woont. En dat we dus echt een buurtding van wilden maken. Hoe proberen jullie niet alleen de mensen die daar wonen, maar ook die gemeenschap betrokken bij die buurtklooster?
Nou, dat is een goede vraag. Daar heb ik ook nog geen antwoord op. Niet omdat ik het niet weet, want ik heb er natuurlijk wel ideeën over. Maar dat gaat ook heel erg afhangen van de groep mensen die er gaat wonen. We willen in elk geval niet het wiel opnieuw uitvinden, maar vooral aansluiten bij wat er al is. Kijken, zijn daar bijvoorbeeld meer mensen nodig? Mist er juist wel nog dingen waar dan bewoners van het klooster zijn die zeggen, dat vind ik heel mooi. Dus het zou van alles kunnen zijn, maar dat hangt heel erg af van wie er gaat wonen en wat ieders talent is en ieders wens daarin. Als je het iemand interesse geeft, dat niks van wist, kan alsnog een informatie bij wonen. Zeker. En we hebben ook gewoon een Facebook-pagina. Dus als je op Facebook Buurtklooster Zuilen intypt, dan kun je die ook gewoon liken. En dan komt daar ook de informatiebijeenkomsten op. Dit was het dan weer. Wilt u alles terugkijken? Ga naar uindewijk.nl. Heeft u items, tips voor ons? Stuur het naar zuilen@uindewijk.nl. Bedankt voor het kijken en graag tot volgende keer.